Help! Help! Meneer! Meneer, help! Ik zit vast in de struiken. Ik zit vast. Oh, oh jee. Ja. En nu? Ja, en nu kun je me helpen, of... Hoe? Hoe? BNL, hoe zegt hij? Als ik dat zou weten, zou ik hier niet zitten, hè? Ja, maar waarom zou ik het dan wel weten? Ja, omdat jij een vers meer overzicht hebt aan die kant. Jij kan de opties beter scannen natuurlijk. Ik kan het niet vanaf hier... Ja, ik zou die takken weg kunnen knippen. Nee, dus van die takken ga je afblijven, smeerpijp. Ja, wil je nou dat ik je help, of... Hahaha, gefopt. Dit is een verborgen camera-show. Ik zit helemaal niet vast. Ik heb je normaal ingenomen. Oké. Tot ziens dan. Nee, wacht. Want ik zit toch wel echt vast. Van die verborgen camera had ik verzonnen. Ik zit kei vast met mijn voeten vooral. Met mijn voeten zitten vast. Ik kan mijn voeten niet bewegen. Auw. Oh. Oh, mijn voet. Ja, maar nee, ik heb het gevoel dat als ik je nu ga helpen, dat je dan... Dat je dan weer zegt dat je eigenlijk helemaal niet vast zit. Dat je me in de maling had. Nee, ik zit echt vast. 1000%. Essel, kom die struik uit nou. Ongelooflijk, hoe vaak moet ik je nou nog zeggen? Je hebt helemaal niks mee te maken met wat ik in de struik doe. Sorry hoor, elke dag hetzelfde gezeik. Ik weet het soms ook niet meer. Kom eruit. Ik zit hartstikke vast. Sinds zijn vader ons heeft verlaten is het iedere dag hetzelfde. Het is denk ik zijn manier om met alles te verwerken ofzo. Ja, iedereen heeft zo zijn eigen rouwproces. Ja, en dit is die van hem. Wat gaan we eten vanavond, eigenlijk? Bami.